It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag heb ik jullie een nieuwe commentary over natuurlijk Call of Duty Black Ops 3. Maar eerst, op de achtergrond gameplay zien jullie een 21-14 gameplay op de map. Combat natuurlijk een van mijn favoriete mappen. Gewoon die in de beta te spelen was. Speel met de Razorback submachine gun. En voor mij had ik er geen attachments op. Speel met de Scorescript UAV, Counter UAV en de Raps. En als Specialist en Highlighter natuurlijk gewoon de soort van executioner die fucking OP is. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben is een korte video natuurlijk over de nuclear die in Black Ops 3 natuurlijk weer zit. De nuclear is natuurlijk gewoon weer een 30 plus of 30 killstreak. Of ja killstreak. Want gunstreak is een killstreak. Je killstreak stelt niet mee deze keer. Maar waar ik het gewoon kort over wil hebben is natuurlijk gewoon dat er op dit moment nog geen bom van iets in zit. Laat maar zeggen. Of een nuke of een D-Nabom, zoiets. Het kan misschien zijn dat ze het in de beta hebben ze geblokt, laat maar zeggen. Omdat ze ook sommige scorescreens hebben geblokt. Maar mijn gevoel zegt is dat het ook gewoon helemaal niet gaat inkomen. Dat het gewoon bij de metal blijft natuurlijk. Omdat David Vondaar ooit in een video heeft gezegd dat hij geen mensen wil laten ragequitten door middel van zo'n bom. Die metal zie jij alleen dan. Je kan wel tegen je teammates zeggen waarmee ze de game hebben nuclear. En that's it. Maar je kan niet eerder op, het komt wel mooi gewoon op je comment record te staan, wat natuurlijk ook gewoon sick is. En ja, ik ben best wel blij natuurlijk dat het gewoon is weer een nucleertje. Want zodra je ook gewoon een nucleer hebt gehaald, krijg je weer een onstoppable. Jiraski heeft al een nucleer gehaald, Ellie heeft een nucleer gehaald, Jolly95 nou, heeft al een nucleer gehaald. Ik heb, wat het hoogste streak tot nu toe voor mij was een Relentless. En voor mij had Rumors ook een Relentless, weet ik niet zeker meer, maar natuurlijk gewoon. Gewoon fucking pro dat die gasten die ik net opnoemde gewoon al een fucking nuclear in deze game hebben gehaald. Ik moet wel eerlijk toegeven, zodra jij reject gaat gebruiken, kan je zo makkelijk nucleus droppen. Want dat is gewoon een soort van afterlife. Want je wordt neergeschoten, je komt weer tot leven en je kan gewoon weer door met jouw streakje. Want het zal, stel ik word hier gekild op de achtergrond gameplay, mijn 29 streak, ik doe mijn reject en ik kan gewoon weer door. Dus ja, ik vind het aan de ene kant wel weer een chillerper, maar aan de andere kant ook weer niet. Gewoon omdat je dan gewoon weer opstaat uit de dood eigenlijk. Dus op een andere manier is het gewoon niet chill eigenlijk. Van ja. Maar wat ik gewoon vind is de metal, de nuclear metal die in deze game zit, vind ik er best wel sexy uitzien. Ik weet niet of ik hem hierin edit, want ik weet niet of ik een goede foto kan vinden. Hij staat sowieso in de thumbnail, dat wel. Dus moet je even de thumbnail bekijken. En de nuclear, als jij die haalt, hij komt niet heel goed in je beeld. Want ik heb wel eens gameplay gezien waar mensen hem halen. Hij komt in je beeld en hij is direct weer weg. Maar zodra je natuurlijk gewoon weer dan kills maakt na jouw nuclear, staat natuurlijk een hele mooie unstoppable medal in jouw beeld. Zodat je natuurlijk weet wat dat dan wel een nuclear gehaald is natuurlijk. En dan kan je natuurlijk gewoon blij zijn. Want dan heb je je nuclear gehaald, laten we zeggen. En wie weet, komt er misschien nog wel gewoon een iets van een bom in. Dat zou wel echt gewoon gaaf zijn. Gewoon. Dat je gewoon een game mode hebt of gewoon kan spelen met een streak. Waardoor je 40 kills moet maken zonder dood te gaan. En dan gewoon zo'n soort van DNA-bom. Samen met een tactical nieuw gemixt. Maar dat hij dan niet de game endt. Dus dat lijkt me gewoon wel sick. Om dat natuurlijk gewoon te hebben. Maar ja, zoals het natuurlijk ook al eerder zei. Natuurlijk krijg je dan weer dat gezeik met de rage quitters natuurlijk. Dus dan heb je ook weer een minpuntje daarvoor natuurlijk. Maar ik ben gewoon blij dat de nuclear er weer in zit. De unstoppable zit er ook weer in. De scoreschieks zijn ook wel relaxed om gewoon mee te spelen en zo. Net zoals de Raid is gewoon een soort van nieuwe stealth chopper. Ik vind de specialist dingen ook relaxed. De wapens zijn gewoon super chill. Waardoor je ook gewoon. Ja, waardoor iedereen ook wel eens gewoon met andere wapens gaat spelen. Zoals naar de M8A7 is ook super chill. Daar speel ik niet op de achtergrond gameplay mee. Omdat ik simpelweg toen nog niet goed level was daarvoor. Maar de achtergrond gameplay zit er alweer bijna op. Ik wil je gewoon super erg bedanken gewoon voor het kijken naar deze video alvast. Laat je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk als jij hebt genoten van deze video. Laat jouw mening achter van dat de nuclear weer terug zit in Black Ops 3. Ik zou jullie mening ook wel graag willen weten natuurlijk. Want misschien denken jullie ergens anders over dan over mij natuurlijk. Want mijn mening staat los van die van jullie. Want jullie hebben misschien een andere mening. Dus jongens, gewoon super erg bedankt voor het kijken natuurlijk. Ik hoop dat Black Ops 3 zo snel mogelijk gewoon uitkomt. En dan kunnen we gewoon die gekke scores gaan droppen. En gekke live video's. Jongens, super erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot morgen om 10 uur. Abonneer even meer. En tot
de volgende keer, mensen. Ik zeg voor nu. En ja, zoals ik altijd zeg, gewoon natuurlijk later.